jij en dit is Test en wij zijn van Test. En deze keer gaan we jullie weer trakteren op weer het uitpakken van een adventskalender. Ja, deze is van Love Honey. En ja, ik heb nog nooit een Love Honey adventkalender gehad, dus ik ben heel benieuwd. Niet. Ik vind hem er wel echt wel heel leuk uitzien met dat wolken- en sterrenprintje. En hij is niet per se dus super kerstig, als ik het zo zie. Nee, het wat is, ik wel leuk vind. Het ook. Is paars en ik hou van paars. Misschien is dit er zo eentje die je gewoon altijd kan doen. Oh. Je weet het maar niet. Kijk, er zit een velletje in. Het is een wit velletje. Oh, en? We doen hem open. Oh. Oh. Er zit van alles aan vastgeplakt. Oh. 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 Even kijken wat er allemaal op staat. User manual. Oh, dit is heel fijn. Dit is de veiligheidsgids. Oh, dit is dus de gebruiksaanwijzing voor alles wat erin zit. Oh. Dat is slim om dat gewoon in één boekje te doen. Ja, dat spaart dan, ook papier. Ja, dan ben je in één keer. Oh, maar dit zijn geen losse dingetjes, maar vakjes. Nee, het zijn geen doosjes, maar vakjes. Oh jeetje. Nou, we doen gewoon dezelfde tactiek denk ik als de vorige keer. We maken gewoon ik neem de grootste open. En jij alle kleine. Nou, ik begin lekker met deze. Ah. Oh, het is wel zonde. Want als je dit dus open scheurt. Ja. Oh, wat leuk! Het is Patrick Zeester. Oh, maar het is ook niet per se stuk. Ah. Maar het is dus ook paars met glitter. Oh. Het is zo'n massage ding. Paars met glitter. Oh, ik vind het heel mooi. Hij past wel gelijk helemaal bij hoe het eruit ziet. Jeetje mensen, dit is niet gemaakt. Ja, je moet het wel voorzichtig open doen. Ja. Anders is het zonde. Ik vind dit wel leuk. Oh, ik heb echt geen idee wat ik heb. Ik heb een gouden bullet vibrator. Oh, is het op batterijen? Oh nee, er zit ook een opladkabeltje in. Oh, verdomd. Verder in het vakje. Ik heb iets wat echt een beetje viezig voelt. Is dat vakje vinger? Dit is zo'n ding waarvan je al weet dat je hand er dan helemaal naar gaat ruiken. Oh dear. Wat is het? TPE. Oh, dit is zo'n grindmatje, denk ik. Een grindmatje? Ja, oh, ik dacht om mee af te trekken. Oh, dat kan ook. Dat misschien is het multifunctioneel. Hoi. Ja, dat heeft echt zo'n luchtje, zo'n maar het heeft wel luchtje. Dan officieel twee structuren. Ja, het is een soort matje. Welk nummer was dit? 14. We gaan even kijken. Zijn daar ook nummers bij? Nee. Nee, ook altijd, volgens mij is dat meer een gebruiksaanwijzing voor de vibrators en zo. Ik denk dat je dit dus, zeg maar, dat je hier dus mee kan aftrekken, maar inderdaad ook dat je ermee kan grinden. Want er zitten dus structuurtjes op en de achterkant heeft iets anders. Het voelt wel lekker, maar ja, dat luchtje. Ik ben nog even aan het zoeken hoor. Zoek jij even, dan maak ik ondertussen nog iets open. Ja. Oh. Dit is echt heel schattig. Ik weet niet zeker wat het is, want het lijkt net alsof het een klittenband is. Maar kijk. Het is net een soort staartje. Maar ik weet niet waarom dit lijkt klittenband. Ja. Wat zou je hier nu mee moeten? Ik denk dat het een soort van stimulator is. Is dat zeg maar om zo te doen? Of om zeg maar om een riem en dat je dan een bunny staartje hebt? Dat kan ook. Ik zou het zeggen om een buttplug heen, maar dat is ook een je kan hem ook als haarelastiekje nog gebruiken. Ja. Maar het is wel echt heel schattig. En paars. Ik vind het eigenlijk wel leuk om dit zo open te scoren. Oh, ik heb de beste. De beste? Ik heb de beste. Dat weet je nu al? Ja, ik heb de beste. Want er staat Womanizer op. Namelijk. Het is gewoon een Womanizer Liberty. Ja. En een hele mooie paarse. Een paarse Womanizer Liberty. Oh, dat vind ik wel echt leuk. Dat is echt wel heel tof. Dat is wel iets om erin te hebben, zeg. Wauw. Alleen geen opbladkabeltje gewoon. Jawel. Oh, hier. Wacht. Ik heb een masturbator. Ik heb weer iets van hetzelfde materiaal. Ja. Oh, het zit er dubbel ingepakt. Oh ja, dat is gewoon een soort van piemel-eitje, zeg maar. Nee, het is niet echt een eitje. Ja, het is een stroker. Ja, ik ga hem erin laten zitten, maar het is dus zo'n ding waar je je mee kan aftrekken. En het voelt wel heel zacht. Dat wel. Ja. Oh, ik trek het stuk. Oh nee. Oh jee. Zonde. Ik heb een buttplug. Oh, deze lijkt... Deze is nog net wel veilig ook. Ik denk dat dit voor je tepels de bedoeling is. Maar het lijkt ook op een clitorisklem. Nee, dat zijn gewoon tepelklemmen. Ja, maar tepel. Hele leuke. Hele leuke hoor ik net. Kijk, ik heb een buttplug met ook een paarse diamant. En zo te zien is de onderkant echt breder dan dit. Dus dit is een van de zeldzame keren dat ik
zo'n soort dat veilig zien. Ja. Daar word ik wel echt heel blij van. En ik vind hem ook echt heel mooi. Ja. Nice. Wat leuk. Oh. Wat heb jij? Mental Pleasure Balm. Oh, om op je clitoris te smeren? Ja. Ruikt het lekker? Nou, er zit een vruchtje over. Oh, kijk. Ik heb dus dit ding, wat je om je vinger kan doen. En daar past deze bullet natuurlijk in. Waar ruikt het naar? Het ruikt naar hele sterke menthol. Dus mag ik ook ruiken? Dus ja. Kijk, dit kan je natuurlijk zo erin doen. En dan kan je... Nee, dat hadden we net in het groen. Of ja. Althans gisteren, vorige keer. Vorige week. Vorige week, dat bedoel ik. Ja, wat leuk. Oh, ik vind het lekker ruiken. Heel fris. En ik denk dat dat heel lekker voelt op je clitoris. Dat is wel heftig, denk ik. Dat denk ik ook. Van die mental dingen zijn meestal wel heftig, maar ik hou er wel van. Ik schrijf nou helemaal van heftig. Ja. Oh, het is wel moeilijk om hem heel te houden. Doek. Ja. Ah, wat heb ik? Oh, hij is een beetje door het papier een beetje smoetsig geworden. Smoetsig. Een mini wandvibrator. Even kijken. Er hoort een opladdingetje bij. Het kabel zit er als het goed is nog in. Wat heb jij? Ik heb vanille massageolie. Wat zwart is en niet paars. Oh, maar ja, ik vind zwart met paars. Ja. Dit is toch ook met zwart? Ja. Dit is ook zwart. Kan erbij. Nou, massage, wel een beetje dunne olie. Ja. Nou, dit voelt wel redelijk. Ja. Niet de allerbeste vibraties, maar zeker niet slecht. Hie. En vind je nou wel leuk om te unboxen? Of denk je van nou... Nou ja, het is nog steeds niet mijn hobby hoor, dit. Ik vind het echt heel leuk gewoon... Ja, alsof je in één keer, wat is het, 24 cadeautjes krijgt. Oh, dit zijn... Deze blinddoek! Die heeft datzelfde printje als wat op die doos is. Ik vind het ook echt... Kijk dan, ik vind het een heel leuk printje. Ja. En dit... Oh, zijn under the bed restraints. Onder je matras, dat je boeien daaraan vast kan maken. Kan je dingen vastmaken. Dit is wel echt... Ik vind dit echt heel leuk. Ja. Ik hou heel erg van dit printje. It's cute. Ik vind de look echt helemaal leuk. En dan kan dit ook, als het geen kerst is, kan je dit ook gewoon doen. Ja. Oh, ja. Ik heb een kaartspelletje. Sexy Snap Position Cards. Right. Ja, dus dan, het is wel ook weer dat hele leuke printje. En dan zie je denk ik welk standje je moet doen. Oh, hier, de sexy spoon. Oh ja. Oh, nog een keer de sexy spoon. De Thigh Master. Dus het zijn gewoon plaatjes. Ik hoop dat je dat kan zien. Plaatjes van welk standje je dan zou kunnen gaan doen. Ja, ik heb ondertussen anal beads en ik heb hem op mijn vinger staan, maar hier kan je dus ook nog inderdaad die bullet vibrator ook doorheen doen. Ik vind dat wel echt slim, dat je die bullet vibrator gewoon voor al die dingen kan gebruiken. Dat moet je dan verder doen, maar dan heb je in ieder geval een vibrerende buttplug ding. Ja, ik sloop het hele ding, jongens. Ja, sloop gewoon het hele ding anders. Ik heb... Ik weet niet wat ik heb. Tess heeft... Ik denk handboeitjes. Ik denk het ook. Deze vind ik wel, qua look, wel heel eenvoudig. Goei! Ga kijken of ik het in kan krijgen. Het is heel groot. Het is wel heel erg glitterband. Zou dat niet voor je pols zijn? Wel toch? Waarom heb je zoveel... Ik bedoel, ik heb best wel brede polsen. Misschien voor je enkeltjes. Oh, dat hoort natuurlijk bij deze set. En dan kan je dat dan kan je dit... Nee. We weten het niet, maar het is iets om je vast te leggen aan die. Maar ik vind wel, zeg maar, qua look is dit wel heel eenvoudig. Want het is net zo'n bandje als dat je bij je rugzak bijvoorbeeld hebt. Ja. En klittenband. Dus dat is wel... Ik heb ondertussen een sandelhouten geurkaars. Ik hoef niet te vragen wat je van de geur vindt, denk ik. Dat is weer niet iets, hoor. Ik ben gewoon veel te gevoelig voor geur. Ja. Nee, nog meer restraint. Dan zijn die allemaal, denk ik, voor je enkels. En deze... En denk ik voor je pols. Of het is allebei voor alles. Ja, nee, ik snap gewoon niet hoe het werkt. Ik denk dat het gewoon het allemaal hetzelfde is. Ja, want dit is net zo. Ja, dit zou ook prima om een enkel heen passen. Dat is wel zo. Nee, ik ga voor 23. Ja, dit is eigenlijk, dan heb je gewoon twee
twee keer eigenlijk hetzelfde. Ah, nou, dit is wel in het paars. Dat vind ik dan toch wel weer prettiger. Maar dit is een ik denk dat dit een kokring voor koppels is. Want er zit een soort van tongetje aan. Kijk, zie je dat niet? Voor penis-vagina koppels. Voor penis-vagina koppels. En je kan ook hier, zeg maar, de bullet vibrator weer gewoon in doen. Dus, nou, ik doe papier snee in mijn vinger. Kijk, dus dat is dan... Ik vind het echt leuk dat je die bullet overal kan Ja, doen. Dat is wel echt heel gaaf. En dit vind ik ook echt heel leuk. Nee, je peddel voor in mijn achterzak. Oh nee, nee, is nee, nee, voor jou nee. Ja. Dit wordt de peddel waar ik mee rond ga lopen. Want deze heeft echt dit keer... En een lintje. Er Krinkje. Zit een lintje aan. Ja. Dat kan je niet kwijtraken. Ik vind dit echt een hele leuke paddel. Ik ben hier echt een beetje verliefd op. Ik hou echt heel erg van dit printje. Peddelen. Oh, ja. Oh, een dildo. Ja, waar de bullet, waar ook, de bullet in kan. Ook in kan. Maar de bullet in moet, want het is anders een beetje... Ja, je kan ook je vinger erin doen, denk ik. Ja, dat kan. Hallo. Oh, hier zit wel een boekje bij. Oh. Ook concreet. Is dit al de laatste of is die al... Nee, dat is het ding dat jij wil laten. Ah, ach, dobbelstenen. Natuurlijk. De dobbelstenen, die kunnen echt in geen enkele kalender ontbreken. Jawel hoor, kan heel goed. Even kijken, bijvoorbeeld kiss, inner thigh, nibble, penis or clitoris, suck, neck. Nou, ze zijn wel mooi, want ze neck. Zijn paars met gouden tekst erop. Als jij even lekker op mijn nek sukt. Ja. Nou... Volgens mij zijn we er. Ja, hij ziet er nu niet meer uit. Nee, het is een beetje jammer. Ja, dat is wel zo. Als je hem eenmaal open hebt, dan... Ja, die andere kun je nog in elkaar terugbouwen. Met een beetje moeite. Ja, maar ik denk ook dat mensen dat toch niet doen. Nee, dat waarom is zou ook je zo. Daar waarom doen? Zou je dat doen? Ja. Is ook zo. Wat vond je ervan? Moet ik vergelijken? Of moet ik... Ik vind het op zich ook wel heel leuk... Ook hier geen stomme kettingjes en eigenlijk geen lingerie. Dat vind ik echt heel positief. Ik vind die TPE dingen wel een beetje jammer als ik eerlijk ja, ben. Ja, maar op zich, weet je wel, als je een penis hebt, dan wil je je ook ergens in stoppen. Ja, en zelfs hier kan je die bullet vibrator in doen. Nou, oh, ik zie het. Geweldig. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel heel tof, dat ze zeg maar, want dit was dag 1, die bullet vibrator was dag 1, dus je... Pakt de bullet vibrator en dan krijg je vervolgens allemaal toys die ermee kunnen. Dat vind ik wel tof. Vind ik heel leuk. En ik bedoel dat er gewoon een womanizer in zit. Want de Womanizer Liberty is ook gewoon... Het is echt een goede womanizer. Ja. Dat vind ik wel echt... dat vind ik wel echt een verrassing. Had ik niet gedacht. Oeh, zo. Oh, die bullet doet het ook hartstikke goed. Ja. Ja, en ik vind dit ook heel mooi, dat paard met die glitters en met die glittersteen. Ik vind de look wel heel leuk, alleen de polsboetjes vond ik wel een beetje goedkoper eruit zien. Ja. Zeker in vergelijking met de rest. Ja. Want dan denk ik van ja, als je dit helemaal zo leuk met dat printje hebt, en dan bij pas een blinddoekje, dan denk ik dan wil ik eigenlijk ook boeitjes met ook gewoon dit printje. Boeien, ja. Ja, dat had ik dan wel leuker gevonden. Maar ik vind het wel echt een leuke kalender. Ook, ja. Ja, ja absoluut. Ja, en dit vind ik ook echt heel leuk. Dat dit, je kan ook als je een jubileum hebt of zo, kan je dit kopen voor iemand. Niet alleen met kerst. De print vind ik heel erg leuk. Soort voor een afscheid van een collega of zo. Nou, ik zou dit best wel een afscheidscadeau willen krijgen hoor. Ja, dan heeft diegene daarna toch ook nog lol. Ja, tijdens ook. Ja, dat ging toch al weg. Dus, ik vond het leuk. Ja. Ik hou ervan. Ik ook. Nou, als jij het ook leuk vond, druk even op het duimpje omhoog. Laat in de comments ook weten wat je ervan vond. En of je wel eens een adventkalender hebt gebruikt zelf. En of je dan één pakje per dag doet. Of dat je dan ook, net als wij, zo alles open. We moeten alles eruit halen. Ja. Ben ik super benieuwd naar. Vergeet je niet te abonneren natuurlijk. En check ook onze Instagram en onze website. En volgende week zijn we weer met een nieuwe video. Doei!